Goedenavond, ik ben Nancy Haar, finaliste van Miss Wild Belgium. Hier zijn we voor de laatste maal terug bij de persvoorstelling van Miss Drag Queen, de Pannen 2014. En naast u heeft u de voorzitter van de jury. Helaas. Dit is een voorstelling van jou. Ja. Mijn naam is Pamela Barnes. Ik heb heel lang een eigen groep gehad. Ik werk nu een beetje freelance. Ik doe deze job al, hobby, een kleine 11, 12 jaar. Ik voel mij goed in wat ik doe, dus dat is het voornaamste. Ja. Had je er vroeger al aan gedacht om daar deel aan te nemen? Ik heb eigenlijk de vraag gekregen van ons Nicole. Vorig jaar en jaren ervoor was eigenlijk ons Miss Zarina voorzitter van de jury. Maar eerst en vooral kon zij niet. En ten tweede een keer een frisse wind, een nieuwe bries door de verkiezing. Ja. En daarom kwam ons Nicole bij mij en ik heb uiteraard natuurlijk ja gezegd. Ja, dus u doet het enorm graag. Ja, en ik vind het ook wel een keer leuk om een keer gewoon neer te zetten, de show op mij te laten afkomen en gewoon zien wat er gaat gebeuren. Het is een keer heel anders dan hetgeen dat ik normaal doe, want normaal gezien perform ik en moet ik het publiek lined enthousiast maken. En nu kan ik gewoon een keer alles op mij laten afkomen en gewoon mijzelf laten overdonderen. Hè. Ja, inderdaad. En was u blij van deze avond? Was u zelf heel tevreden? Onze avond, deze avond, het was allemaal een beetje kleiner natuurlijk dan de grote verkiezing. Maar het gaf eigenlijk wel al een heel mooi beeld van wat we gaan te zien krijgen. Heel diverse artiesten, zowel qua make-up, qua kostuums, qua stijl. Ja. Er zit iemand bij die in de 50 is. Ik denk dat er iemand bij zit die amper 20 is. Dus ik vind het eigenlijk wel zeer leuk om daar een keer voor te jureren. Ja. En waar letten we op als jury? Want bij ons in de misverkiezing voor de vrouwen is dat totaal anders waarschijnlijk dan bij jullie. Wel, in de meeste misverkiezingen zijn het allemaal meisjes van 18, 19, 20. Ja. Meestal dan. Wij zitten natuurlijk met verschillende leeftijdscategorieën. Dus wij gaan echt niet zo letten op het stukje vlees. Wij gaan meer letten op het showgehalte. Ja. Hoe staat die persoon er? Hoe stevig staat hij op het podium? Wat doet hij? En dan zijn er eigenlijk drie enorm belangrijke pijlers. En dat is 1. Make-up. Als je naar een travestie kijkt, mag je geen verklede man zien. Je moet de illusie krijgen dat je naar een vrouw zit te kijken. Dus dat is eigenlijk al een heel groot punt. Kostumering. Kostumering moet mooi zijn, moet af zijn, moet chic zijn, moet tot in de punten, tot in de details verzorgd zijn. En dan ten derde, wat ik persoonlijk een heel belangrijke pijler vind, dat is tekst. Er zijn enorm veel collega-travesties van ons die helaas geen teksten kennen of niet voldoende kennen. En dat is iets waar ik toch wel heel kritisch ga op zijn bij de jury. Ja. En letten jullie ook op de stem? Hoe dan ze voorkomen? Dat is allemaal een beetje persoonlijk. De ene persoon vindt dat een travestie met een iets vrouwelijker stemmetje moet praten. Ja. Ik persoonlijk, ik vind het belachelijk. Ja. Ik ga, als ik op podium sta, nooit verfijner praten. Maar ik vind dat zoiets hoort bij het type, bij de personage die je op podium zet. En dat is heel persoonlijk. Dus daarop ga ik zeker geen punten geven. En met hoeveel zijn jullie aanwezig in de jury? Ik heb daar eigenlijk geen idee van, maar ik denk een zestal man. Zestal, ja. Die laat waarschijnlijk elk op iets anders dan. Die zijn allemaal een beetje gespecialiseerd in hun eigen vak. Dus ik als voorzitter heb al jaren ervaring. Dan natuurlijk ons Miss Drag Queen de Pannen 2013 La Plume. Dan hebben we eigenlijk een Amsterdamse kunstenaar van pruiken en haartooiing. Die gaat ook aanwezig zijn. En dan geloof ik ook dat er een gewoon iemand in zit die eigenlijk niks of niet zo heel veel van showwereld afkent. Wat dat eigenlijk ook heel vernieuwend is, heel leuk is, omdat die persoon het eigenlijk ook volledig op haar gaat laten afkomen. Dat is een hele verrassing dan. Inderdaad. En kan u iets meer vertellen dat de finale uiteraard door gaat gaan? Wel, de finale gaat door in Zaal de Boren. Of de Baren, dat die dialect van de Pannen is mij nu niet echt gekend. Dat is eigenlijk een heel groot cultureel dienstencentrum. Een hele grote zaal. Ik heb er vorig jaar toch wel even ogen getrokken. Er kan wel enorm veel capaciteit binnen. Ook een heel groot podium en heel professionele muziek- en belichtinginstallatie.
Ja. Klinkt helemaal leuk. In orde. Ik weet niet of dat u nog iets kwijt wilt daarover? Of? Goh, ik wens gewoon aan alle kandidaten superveel succes. Echt wel. Ga ervoor. Kijkt er een keer iemand van de jury een beetje raar. Je moet je daar zeker niet door laten kennen, want wij zouden wel eens stout durven zijn. Ga er gewoon voor. Geef het te volle en geef er een lap op. Ja. Ikzelf wens jullie ook heel veel succes toe. Aan de kandidaten, de jury, Dank u wel. We zullen ons best doen. En ik wens jullie nog een hele goede avond toe. Oké, bedankt. Graag gedaan.